welkom vanuit een leeg stadion van FC Groningen. Fijn, dat zal het beeld zijn voor de komende weken. Die van Groningen zijn inderdaad op het veld inmiddels. En we kijken naar de opstelling van de thuisploeg waar Pat eigenlijk nooit een wedstrijd mist. Dat is al jarenlang achter elkaar zo. Hij dus in de goal. Dankerlui, Dammers, Itakura en Van Hintem. Matusiwa en Van Kaam vormen het verdedigende blok daarvoor. Een kwartet meer aanvallend ingestelde spelers. De vraag is hoe ze op het veld gaan staan. Maar we hebben dit maar even als uitgangspositie genomen. El Messaoudi, Lundqvist en Balk en als diepe spits. De jonge Noor, Strand Larsen. Inmiddels is Ajax ook op het veld. Hij is erbij, Alvarez, want zijn rode kaart van vorige week tegen Vitesse werd geseponeerd door de tuchtcommissie. En dus treedt Ajax in deze opstelling aan met de Onana in de goal. Masraoui, Timber, die speelt omdat Schuurs wat schouderklachten heeft. Blind en Tagliafico, dat is de verdediging. Middenveld dus Alvarez, Promes, Gravenberg is er ook weer bij. Dat komt goed uit, want Kudus is geblesseerd geraakt. En Gravenberg speelt nu op het middenveld, waar Promes de nummer 10 is. Tadić kijkt om zich heen, waar Gravenberg is. Vrijgespeeld, Tadić, goede voorzet. Nou, koppen en recht in de handen van Pat. Dat is een grote kans dit voor spits Labiat. Een klassieke voorzet vanaf de achterlijn zo'n beetje van Dusan Tadić. Anthony. Dubbele dekking voor de Braziliaan, dus terug naar Masraoui. Voorzet van Masraoui, Tadić niet. Want Matusiwa verdedigt daar met het hoofd, dus wel een hoekschop. Hoekschop, deze keer getrapt door Dusan Tadić. Tagliafico, die komt heel hoog en dan is daar bijna het doelpunt. Alvarez is er dichtbij, tweede moment van Ajax. Er zat nog een Groningse voet net tussen. Wat een timing daar van Tagliafico. Promes. Tagliafico, daar gaat Tadić. Voorzet van Dusan Tadić, weggekopt door Itakura. Gravenberg, dat is niet ongevaarlijk dit schot van Ryan Gravenberg met zijn rechter. Uit de tweede lijn. Balk, slim gedaan dat duel met Masraoui. Strand Larsen was eigenlijk de enige optie voorin. Kan Ajax overnemen met Masraoui. Nog altijd de back van Ajax. Te vergeefs wacht eigenlijk op het fluitsignaal van Hichler. Dankerlui. Dankerlui, voorzet. Strand Larsen, die klopt daar even Timber in de lucht. Onana hoeft niet in actie te komen, maar daar was Groningen eigenlijk voor de eerste keer in de 24e minuut. Na de voorzet van Dankerlui, kopstoot van de spits. Van Hintem. Balk met een aardige poging. En weer dat overvolle centrum van Groningen. Gravenberg. Een paar keer geprobeerd nu Gravenberg. Dit was niet zijn beste poging. Hij zal de komende 48 uur nog wel ongetwijfeld wat bezig zijn. Overmars, die ongeveer 5 miljoen euro betaalde voor deze Sean Kleiber. Blind met een rush in de slotseconde van de eerste helft. Levert dit Ajax nog iets op? Nee, want het is buitenspel. En bovendien schiet Promes die bal naast. De vlag ging resoluut omhoog op het moment dat de bal zijn kant op ging. Het zou voor zijn zelfvertrouwen wel aardig zijn geweest als hij er wat meer mee had gedaan, Quincy Promes. Is het buitenspel? Ja, dat is het inderdaad. Een voetje buitenspel.
Daria Fico voor Ajax aan de linkerkant. Pat rost de bal richting Balk. Gravenberg afgetroefd door El Messao. Die ligt nu wel wat ruimte. Strand Larsen neemt hem goed aan. Is er ook nog een vervolg bij Den Hoorn? Dat is er zeker. En Onana moet zich redden. Maar daar is Balk met zijn eerste goal voor FC Groningen in de hoofdmacht. Na uitstekend werk van Strand Larsen. Balk, die op alles loopt, al de hele middag, is dan attent en zet Groningen op voorsprong. Onana die zich helemaal strekt, maar vervolgens kansloos is op de inzet van de attente Balk. 19 jaar, Zuidhoorn, eigen opleiding. Vorige week al met een uitstekende invalbeurt tegen Twente. Hier laat hij zich opnieuw zien. Van Hinterman van de verre inworp richting Strand Larsen en El Messaoudi. Bal blijft wat hangen en Bal krijgt het net niet lekker mee. Datzelfde geldt in het hele stadion voor El Messaoudi. En hij eindigt allemaal met een doeltrap. Zorgt toch voor de nodige onrust deze hele verre van Hinter. Veel zeggen natuurlijk dat Ajax in die tweede helft nog geen enkele kans heeft weten te creëren. Ze zijn inmiddels alweer 18 minuten onderweg. Van Hinten. En Dankerlui met de volley. Veel lekker voor hem, voor Dankerlui. Taliafico. Handig in de kleine ruimte van Gravenberg. Die weer in balbezit. Meegeven aan Labiat. Wie zijn er voor de goal? Alvarez onder andere de lucht in. Kopballetje van Alvarez. Nou, dit is dan het moment van Ajax in de tweede helft. De combinaties eindelijk een beetje lukken aan die linkerkant. Labiat, Alvarez. Kan goed koppen. Dat is een lastige positie. Gravenberg. Zomaar 7-8 verdedigers van Groningen in het eigen 16 meter gebied. Er is geen doorkomen aan. Tweede lijn misschien, Taliafico. Maar die glijdt ook half weg op het moment dat hij schiet. Leuke speler voor de toekomst. Kijk eens. En blij is een kleine jongen, wat je ook in zo'n situatie natuurlijk moet zijn. Joosten. El Hankouri. El Hankouri. Nou, dat is niet zo'n gekke poging uiteindelijk van El Hankouri. Uit die hoek. Lastig om Onana te verschalken. Dat lukt dan ook niet. Ajax hanteert te laag tempo, weinig verrassing. Promes. Matosiwa. Goed gevoetbald door Matosiwa, El Hankouri. Als El Hankouri even wacht, kan hij hem meegeven aan Dankerlui, die dat ook duidelijk maakte. Joosten onderweg naar de penaltystip. En daar Lundqvist helemaal vrijgelaten. Lundqvist, dat scheelt weinig of het is 2-0 voor Groningen. Buitenkant paal. Wat een uitstekende tegenaanval is dat van FC Groningen. Het begint in de hoek bij Matosiwa, die zich heel knap vrij speelt. Het is inpassen, doorbewegen. Veel beweging voor de goal. Daarachter uit de tweede lijn Lundqvist. Allemaal uit het boekje. Het wordt niet afgerond. Onana aan de grond genageld. Kansloos geweest. Neres. Traoré. Terug naar de Braziliaan. Nu ligt er wat ruimte aan de rechterkant. Heeft Ajax 4 man richting het 16 meter gebied. Is de voorzet van Neres goed en is dit een serieuze kans. Maar gaat Promes daar tamelijk onbeholpen mee om. Eigenlijk een goede combinatie aan de rechterkant. Bezetting voor de goal is prima. Dat geldt ook voor de voorzet eigenlijk van Neres.
Ja, vandaar kun je het grootste gedeelte toch wel meekrijgen. Ja, zo is er een prachtig resultaat voor Groningen aanstaande als Ajax niet weet te keren nog in die laatste minuten. Neres. Neres, Gravenberg, Traoré bij de eerste paal. Pat moet zich helemaal strekken. En Tadić dan de lat. Oh, en nog een keer de lat. Huntelaar. Dubbele kans. Een soort offensief van Ajax is begonnen. En het is miraculeus dat hij hem er met name niet inschiet van zo dichtbij. Harde voorzet van Gravenberg. Bekeken kopballetje van Tadić en dan Huntelaar van heel dichtbij met de rebound. Mokert bijna de lat in tweeën met deze inzet. Doel staat nog. En de stand ook. Daar zit hij. Nog een paar tellen wachten. Of hij inderdaad de matchwinnaar is van deze wedstrijd. En dat is hij, want daar is het laatste fluitsignaal van Higler. Ajax leidt de eerste nederlaag van het seizoen. Door toedoen van een jonkie van 19 jaar uit Zuidhoorn. Remco Balk. Een jongensgezicht nog. Maar belangrijk. Tegen de koploper van de Eredivisie. En Ajax had het dus totaal niet. Kwam pas in de slotfase tot een aantal mogelijkheden. Met Huntelaar en Tadić, die beide van dichtbij de lat raakten. Maar verder was het flats in de eerste helft en heel, heel matig in de tweede helft. Dus trekt Groningen, dat uitstekend verdedigde. En eruit kwam wanneer het kon. Die 1-0 door toedoen van Balk over de streep. Dat is een knappe overwinning. De tweede op rij nadat vorig jaar in een kolkend stadion 2-1 werd. Wint Groningen nu voor de tweede keer op rij van Ajax. Door Remco Balk dus.